interviewje met Jan Siemerink. Nog 5 weken staat de Davis Cup al op het programma. Met de Italianen. Daarna gaan we naar Roland Garros toe. Dan gaan we even kort voorbeschouwen met onze captain. Gaan we kijken of hij op in is. Ik zie hem nog niet zitten. Sleking is er al wel. Dat is toevallig. Ja, vanaf
vraag van, hoe vaak speelde je dan als nooit wel? Davis Cup is natuurlijk op zich een leuke beetje om te winnen, maar valt in het niet natuurlijk bij deze enorme prijs. Uiteraard wil ik naast mijn coach, mijn familie die me altijd steunen, de spelers die me de laatste jaren het heel moeilijk maken, me altijd trekken voor de taak staan. De supporters en met name de supporters van Verrekkert, die met deze prachtige bokaal al hebben laten weten dat ze dat ze achter ons staan, dat ze weer naar de Davis Cup wedstrijden gaan komen. Dat het weer een heel groot feest gaat worden. En dat we ervoor gaan zorgen dat, ondanks dat ik deze prijs binnen heb, zal ik niet op mijn lauren gaan rusten, zal ik niet achterover gaan leunen. Zal ik er alles aan doen om in ieder geval die Italianen weer naar huis te sturen. Bedankt en ik ben heel trots op deze prijs. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Real, supporter van het Nederlandse tennis. Hey, 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 hey.